Hey, Funky. Hey, Brain. Zijn we nou weer op dezelfde plek, joh? Zeker. Ik hoor niks. Ik hoor vogels. Het is 5 voor 6. We zijn lekker op tijd. 10 voor half 5 zijn we vertrokken. Ja. Ja. We zijn vandaag weer heel vroeg opgestaan. Het was 10 voor half 5. Het is nu een uurtje of 6, denk ik. We gaan weer naar de Weerribben toe. Het was volgende keer zo gevallen. Het is een heel mooi rustig groot gebied om te gaan suppen. Maar we gaan nu de andere kant op, dus we nemen jullie weer mee. En zo. Mee? Ja, ik ga mee. Echt heerlijk rustig. Zeker. Soms probeer je paardjes te pakken en dan weet je niet of het gaat slagen, maar het kan twee kanten op. Of het slaagt of het slaagt. Qua subroute is dit niet zo handig, maar qua omgeving is het wel heel leuk. Want heel pittoresk klein huisje, super leuk, heel schattig. Alleen, ja, komt er niet doorheen, dus we gaan weer terug. Sorry. Het is vakantietijd en er komen steeds meer bootjes bij. Gezellig. Hey, jou ook hier. Toevallig. Ben je bang voor spinnen? Zeg je? Ben je bang voor spinnen? Nee toch? Nee. Okay. Hebben we een grote? Huh? Hebben we een grote? Ja, dat is de inheemse spin die ik ooit gezien heb. Oh, zie je het? Ja. Zie je nog? Het zit nu een beetje in elkaar. Oh. Dat beest is echt messig. Wat is het daar? Wacht even. Maar nu zit hij in elkaar. Oh ja, 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 ja. Het beest is, hij is echt huge. Had je hem al gefilmd? Wat bent u aan het doen? Allemaal keren van zuringen. Zuringplanten voor waar allemaal eitjes op zitten voor de grond. Oh, oké. Okay. Een vlinder die van de hele wereld alleen maar hier voorkomt. Dus die is verplicht te beschermen. Ja. Wat interessant. En dat is een hele oranje vlinder. En die zie je bijna nooit hoor. Maar goed, hij is heel erg actief geweest. Of zij eigenlijk, hè? Ja. Dus ik moet al die zuringen kijken en dan staat eitjes op zitten, want de rietsnijder die komt. Oh ja. En die mag het niet afmaaien. Oh goed. Dus op die manier.
Lekker bezig. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, nou jullie ook. Volgens mij is dit onze langste tocht ever geweest. Hoeveel kilometer hebben we gesupt? Volgens mij hebben we 18 kilometer gesupt. Nee, dat moet je eerst zo doen. Oh. Echt, iedereen haakt nu af. 18, oh. We hebben 18 kilometer gesupt. Langste tocht ever. Nice. Maar die blijft niet lang staan, denk ik. Nee. Zeker. We proberen dit shot dus al een paar keer op te nemen, maar er kwamen steeds allemaal geluiden door. Stilte. Ik was eigenlijk gewoon willen zeggen dat Kalenberg en de Werib en de omgeving is gewoon een prachtige plek om te suppen en te kanoën. Geniaal. Nee, maar echt toproute. Echt genoten. Dankjewel. Jij ook. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.